vandaag wil ik jullie laten zien hoe je een doosje kunt traceren in Canvas Workspace. Normaal gesproken, als je traceert, gebruik je het klavertje. Maar bij het traceren van een doosje zul je zien dat je een binnen- en een buitenlijn krijgt. Dus dat betekent dat je twee snijlijnen krijgt, terwijl je eigenlijk maar één snijlijn wil hebben. En dat kun je oplossen door hem handmatig te traceren in Canvas Workspace. En vandaag ga ik jullie dus laten zien hoe ik te werk ga om dat te kunnen doen. Allereerst open je Canvas Workspace en we gaan het design ophalen om te kunnen natekenen. Dat doe ik niet via het klavertje, maar ik ga naar bestand en ik kies voor importeren vanaf de computer. Als ik daarop klik, zoek ik mijn bestand op welke ik wil gaan traceren en open ik dit bestand. Dit bestand is nog niet een snijfout, dit is gewoon een JPG bestandje, oftewel een afbeelding, die ik van internet op heb gehaald, die ik wil gaan gebruiken om te gaan snijden. Als ik dit naar mijn snijmachine zou sturen, zegt hij van ik kan dit niet snijden, of hij zou een groot vierkant uitsnijden, want dat zijn de buitenlijnen van deze afbeelding. Een kleine onderbouwing daarvan, een machine kan dus alleen maar snijlijnen snijden en geen afbeeldingen. Dit is een afbeelding en als ik helemaal zou inzoomen op mijn afbeelding, dan zie je dat het uit allemaal vierkantjes bestaat. En die vierkantjes bouwen zich op tot het plaatje wat wij zien. Een snijlijn bestaat niet uit puntjes die een afbeelding vormen, maar bestaat uit een punt en een grote punt aan de andere kant. En die punten zijn met elkaar verbonden met een lijn. En die lijn noemen we de snijlijn. Ik kan zo'n snijlijn maken door het gebruik te maken van een pad. En deze hele afbeelding gaan we ook traceren door deze pad tool. Als ik deze pad tool aanklik, dan kan ik een punt neerzetten en dan krijg ik een lijn. En kan ik nog een punt neerzetten. En zo kan ik een heel figuur maken en ik kan hem weer sluiten door naar het laatste punt te gaan. En als ik dan daarop klik, dan sluit hij mijn figuur af. Dit is een snijlijn. Dat betekent dat mijn machine deze punt, naar die punt, naar die punt, naar deze punt en weer terug hier. Dit zal die gaan snijden. Dat willen we dus ook doen met dit hartje. Hij moet deze lijn gaan volgen. Dat betekent dus dat wij een pad moeten gaan tekenen over deze lijn heen, gebruikmakende van deze tool. Je kunt dus ook rondingen maken met deze tool. Dat kun je doen door op de aan te klikken. We klikken eerste punt aan. We gaan naar de volgende punt. En vervolgens hou ik mijn linkermuisknop ingedrukt. En op het moment dat ik dat doe, en ik hou nog steeds mijn muisknop ingedrukt, dan zie je dat ik de lijn een ronding kan geven. Er komen twee van die uitstulpsels uit mijn lijn. En die geven aan waar de ronding heen gaat. Dit snijdt hij niet. Dus als ik hem nu loslaat, mijn linkermuisknop, dan bevestigt hij deze punt en kan ik naar de volgende punt gaan. En ook weer klik ik met de linkermuisknop en hou ik mijn muisknop ingedrukt. En kan ik weer ook deze lijn een buiging geven naar wens. Vervolgens laat ik mijn linkermuisknop weer los en kan ik de volgende punt gaan tekenen. Als ik klaar ben met tekenen, stel ik wil hier nog een punt hebben, dan klik ik dubbel op de punt en sluit hij hem af. Nu heb ik een open pad. Mijn snijmachine gaat nu deze punt naar de volgende ronding toe en dan volgt deze ronding. Als ik dubbelklik op dit figuur, dan krijg ik de punten weer te zien. En dan zie je die hulplijnen, dit zijn blauwe lijnen, die aangeven hoe mijn ronding lopen. Ik kan deze ook handmatig dus nog manipuleren later naar wens om deze dus aan te passen. Ik kan ook punten oppakken en verplaatsen om ze bijvoorbeeld aan te passen. Deze punt heeft ook van deze lijntjes. Soms zitten ze verstoppeld. Ik kan deze punt bijvoorbeeld weer terugzetten. Het is trouwens een lijn van de canvas. Deze lijn is nu blauw zoals je ziet. Dit is de gekozen lijn en ik kan hem bijvoorbeeld weer recht maken. Hierbovenin zie je wat opties die ik gebruik terwijl ik de punten aan het bewerken ben. Ik kan dus kiezen voor bijvoorbeeld deze ronding weer recht te maken. En als ik daarop klik, dan zie je dat mijn lijn in één keer weer recht wordt. Wil ik toch weer een ronding erin hebben, kies ik op ronding. Dan zie je hier die hulplijnen op de zwarte lijn liggen en die kan ik oppakken. En dan kan ik weer een ronding ervan maken. Dus switchen tussen deze twee, of sorry, tussen deze en deze twee, geeft me een ronde en een rechte lijn. Ik kan ook kiezen om punten te openbreken. Dus stel ik heb deze punt en deze punt.
En ik kies ervoor om deze open te maken. Oh nee, als ik kies voor deze dicht te maken, dan sluit hij mijn pad af. Dan maakt hij een dicht pad van het geel. Dus hij kiest ervoor om deze dicht te maken. Als hij dicht is, kan ik kiezen om open te maken. Dus deze twee kiezen ervoor om paden open te maken en dicht te maken. Een reminder is, soms krijg je de melding dat een pad niet gesloten is. En dan is dit aan de hand. Dan is het pad dus, zoals dit figuur ook, open. En dan kan ik hem sluiten door het figuur aan te klikken. Dubbel te klikken om naar het padtool te gaan. Zodat je die punten ziet. En deze te klikken. En dan vervolgens heb ik een dicht pad. En heeft hij hem gesloten. Ik kan kiezen om punten toe te voegen. En punten te verwijderen. Als ik op punt toevoeg druk, dan voegt hij tussen de punt die ik heb geselecteerd en de lijn een extra punt toe. Wil ik deze punt verwijderen, druk ik op het minnetje en dan haalt hij hem weer weg. Nou, zo kunnen we deze punten allemaal manipuleren en kunnen wij dit doosje gaan traceren. Ik gooi mijn gemaakte figuur even weg, want het lijkt natuurlijk absoluut niet op de box die we gaan maken. Dus deze gooi je weg door op de rechtermuisknop of door op de delete toets op het toetsenbord te drukken. En we gaan weer naar de padtool en we gaan dit ding traceren. Ik begin in dit hoekje hier. En we pakken een makkelijke. We klikken één keer en we gaan naar deze kant toe. Als het niet helemaal perfect zit, maakt het niet uit, want we kunnen hem zo meteen fine-tunen. Ik klik hem aan en ik ga naar beneden. En dan kan ik twee dingen doen. Ik kan hier klikken en die kant op gaan, of ik kan hier klikken en daar verder naartoe gaan. Ik klik hier en ik ga gewoon de buitenkant eerst traceren. Persoonlijk vind ik dit makkelijker, maar er is niet per se een goed of fout hierin. Het is gewoon een persoonlijke voorkeur. Ik ga vervolgens naar deze rand toe, want ook hier moet hij stoppen met snijden. Dus we hebben nu van daar, naar deze punt getekend. Ik moet deze punt nog tekenen en deze punt, maar die gaan we zo meteen doen. Dus ik ga verder met de buitenkant, ik ga naar deze hoek. Ik ga naar de onderkant, ik ga naar deze hoek. Als ik zeker wil weten dat deze lijn recht is, bijvoorbeeld, kan ik ook de shift-toets ingedrukt houden. Je ziet op het moment dat ik mijn shift-toets indruk, dat die lijn in hoeken gaat lopen. Dus als ik 100% zeker wil weten dat deze recht is, kan ik mijn shift-toets ingedrukt houden en dan met de linkermuisknop klikken. Ik weet niet hoe recht deze afbeelding is, dus ik gebruik mijn shift-toets verder niet. Ik klik gewoon verder. Ik ga naar deze hoek. En nu komt de ronding. En wat had ik nou net gezegd? Op het moment dat je klikt, moet ik mijn linkermuisknop ingedrukt houden en dan naar links of naar rechts slepen. Dus ik klik links, hou mijn linkermuisknop ingedrukt. En dan komt die ronding tevoorschijn, zodat ik de ronding kan maken. Ik leg hem ongeveer op de lijn. Als ik niet helemaal recht zit, maakt niet uit, want we kunnen dit zo meteen nog corrigeren. Het gaat erom dat ik ongeveer in de richting zit. Ik laat hem weer los en ik kan de volgende punt gaan zetten. Ik klik weer met mijn linkermuisknop en ik hou hem ingedrukt. En ik trek weer de ronding ongeveer waar die heen moet. Hoe vaker je dit doet, hoe meer je controle krijgt over die ronding zelf. Nu wil ik een tweede punt zetten, maar die ronding gaat de verkeerde kant op. Nou, hier kan ik op dit moment nu niks aan doen, dus ik klik gewoon één keertje ongeveer hier zo. En ik corrigeer dit zo meteen. Als ik één keer klik en ik sleep hem niet, krijg ik automatisch weer de rechte lijn. Dus als ik nu zou klikken, krijg ik meteen een rechte lijn. Maar er zit nog steeds een ronding hier. Dus we willen nog steeds die ronding maken. Dus ik klik weer met mijn linkermuisknop en ik trek weer. En ik maak die ronding weer ongeveer zoals die is. En we gaan weer hier naartoe. En ik hou weer mijn linkermuisknop ingedrukt, want de ronding moeten we weer aanpassen. En ik zie dat ik de ronding niet kan aanpassen naar wens. Ik krijg hem niet op die lijn. Hoe verder ik naar buiten ga, hoe hoger die lijn wordt. Dus ik wil hem lager hebben, maar ik kom niet tot die rand. Dus ik laat hem gewoon los met ongeveer waar ik heen wil. En ik zit nog steeds in die ronding en ik heb nu een rechte lijn. Dus ik klik hier één keertje op de lijn en ik ga verder met de rechte lijn. Dat hier dus zo'n hobbeltje zit, maakt niet uit. Dat deze erbuiten zit, maakt niet uit. Dat hier ook een hobbeltje zit, maakt niet uit. We gaan dat zo meteen corrigeren. Het gaat er nu om dat we ongeveer de ruwe lijnen hebben. Klik hier. Hier gaan we weer ronding maken. Dus ik plaats hem ongeveer hier op de lijn. Hou mijn muisknop ingedrukt.
Trek hem weer wat open. Hoe dichter ik alvast bij kan komen, hoe minder ik moet nawerken zometeen. Het scheelt weer wat extra werk. Maar ook hier zit ik weer met de verkeerde lijn, dus ik klik weer. Dan krijg ik weer een gewone rechte lijn. Zo. En vervolgens de allerlaatste, die moet hierheen. Ik hou weer mijn linkermuisknop ingedrukt. En omdat het de laatste punt is, kan ik niet zoveel instellen. Oh, hij maakt nu een rare krul. Ik ga ook uitleggen hoe je dit moet oplossen. Want ja, we hebben nu wel de buitenkant. Dit is al mijn getraceerde afbeelding. Beetje raar, maar we gaan hem fine-tunen. Zet hem weer even terug op de plaats waar hij vandaan kwam. Als ik dubbel op die lijn klik, krijg ik weer de mogelijkheid om die punten aan te passen. Dus mocht die hier niet helemaal goed staan, bijvoorbeeld hier dat die lijn niet helemaal perfect loopt, kan ik hem hier corrigeren. Ik kan hem ook hier corrigeren. Ik zit hier een beetje mee dat hij hem niet heel mooi corrigeert. Dus ik ga kijken of ik deze kan corrigeren. Dat is beter. Nog een beetje kleiner. Nou is die wel goed. Ik kan ook deze punt oppakken. Deze punt is op dit moment een rechte punt. Maar dat is wel een kromming. Het is om te even spelen met waar die... Oh, daar zijn mijn punten. Waar, hoe je hem moet krijgen, maar het is een kwestie van uitproberen, spelen met de lijn en kijken hoe je hem het beste kan plaatsen. Uiteindelijk is het een kwestie van opschuiven, verplaatsen, oppakken. Kijk, nou hebben we dat opgelost, dus die rare hoek is eruit. Die moeten we hier er ook nog uithalen. Ik dubbelklik weer op de lijn zodat ik de puntjes krijg. Ik kan er ook voor kiezen bijvoorbeeld om deze punt te verwijderen en deze punt naar die hoek te doen. Dus ik kies hiervoor op minnetje te klikken. Dit is een rechte lijn, dus die zet ik daar neer. Vervolgens kan ik deze oppakken en die kan ik daarheen brengen. Deze kan ik oppakken en dan kan ik daarheen brengen. En zo ga ik spelen totdat ik die lijn goed heb staan. Zo, dat ziet er beter uit. En dan is die andere kant ook meteen redelijk goed. Ik kan ook de punt nog een klein beetje oppakken en verplaatsen. Misschien helpt dat. En in het begin is het best vervelend, maar op den duur wordt het steeds makkelijker om dit te doen. Die lijn loopt niet helemaal goed daar. Die loopt iets terecht. Dus ik moet deze punt oppakken. Die moet ietsje verder naar buiten toe. Zo. Dat is beter. Zo. Dit loopt goed, dit loopt goed, dit loopt goed. Hier hebben we nog een leuke krul en hier zit ook nog iets interessants. Dubbelklik. En ik kies ervoor om deze punt te verwijderen, want deze is wel mooi, maar die niet. Dus die punt ga ik verwijderen, dus terug op het minnetje. Oeh, nou schiet die helemaal weg, dus ik ga deze oppakken. Dat werkt niet, dus ik ga deze punt oppakken en die ga ik naar deze bolling toe brengen. Dus gewoon kijken wat die doet op het moment dat je het doet. Mocht je denken van, nou, dit wordt het niet, je kan altijd een stapje terug gaan in tijd en dan zet hij hetgene weer terug wat je het laatst hebt aangepast. Verder is het een kwestie van spelen met de instellingen. En hier hebben we nog die leuke krul. Ik weet niet wat ik hier heb gedaan, maar ik heb hier een uiteinde en ik heb hier volgens mij een uiteinde. Ik heb niet echt een gesloten pad op dit moment. Ah. Soms moet je een beetje verslepen met de punten wat je hebt. Mijn lijn loopt dus zo en niet dicht. Dus ik heb een open figuur. Dus ik moet hem even dichtmaken door op het icoontje te drukken om de omtrek te sluiten. Nou is hij wel dicht, maar nu heb ik iets te veel punten. Dus ik ga wat punten weghalen. Deze mag wel weg. En ik vind dat deze ook voor mij weg mag. Ik denk dat ik met deze lijnen verder kan. Deze lijn is mooi bol, die niet. Dus ik wil deze lijn, die lijn. Bol maken. Deed ik door die recht en bolling. Deze is dus recht. Ik wil een bolling hebben. En dan komen die blauwe punten weer te beschikbaar. En met die blauwe punten kan ik dus mijn lijn manipuleren. Zodat die meer in de richting komt van waar we heen willen. Ik zal hem ietsje minder moeten maken en iets verder naar rechts moeten zetten, denk ik. Zo ja. Nou, ik wil hier eigenlijk een extra punt hebben, want... Oh, ik zie trouwens dat die is
Aangepast is dit niet, wel dat hij aanpast. Wat ik wil is dat deze lijn een extra punt gaat krijgen. Want ik krijg hem niet met deze geforceerd op die lijn. Ik krijg hem niet met die. Dus ik wil hier een punt tussen hebben. Dus ik selecteer deze punt. Dan wordt deze lijn blauw. En als ik dan plusje druk, dan komt daar de punten tussen. Die zet hij op het midden van die lijn. Dus redelijk in de buurt waar we willen hebben. Laten we deze nog even weer corrigeren. Want die is op een of andere manier verschoven. Ik heb hier een beetje hetzelfde probleem als aan de andere kant. Dus dat ik er niet helemaal uitkom om die bolling te maken met één punt. Nou, zo vind ik hem wel redelijk goed. Ik heb hier nog wel erg ver buiten de lijn zitten. Dus ik wil hem hier nog een klein beetje manipuleren. Omdat we die net ook de punten hebben toegevoegd. Dat is redelijk goed. Maar dan pakken we deze op om te verbeteren. Zo. Zo, dit is redelijk goed allemaal. Dus wat ik nu heb is de buitenlijn van mijn doosje. Oh, ik pak nu de voorbeeld. Dit is mijn buitenlijn van mijn doosje. En ik moet dus nog deze lijn tekenen en deze lijn tekenen. En deze gestippelde lijnen zijn dus vouwlijnen. Dus ik zet even de tekening weer terug, want dat is wel zo makkelijk. Dan gaan we hier een lijn tekenen, want dat is nog een snijlijn en dit is nog een snijlijn. Dus ik pak mijn pad op. En ik ga naar het puntje. Omdat ik hier net een punt heb neergezet, komt er een soort vierkantje tevoorschijn. Dan snapt hij hem vast op die hoek waar jij een punt neergezet hebt. Dat is best handig, want vanaf daar willen we omhoog. En ik wil niet verder gaan, want ik moet dit laatste stukje moet een vouwlijn worden. Dus ik wil alleen een snijlijn maken. Dus ik maak een dubbelklik hem om te bevestigen hier. En ik heb één simpel lijntje. Dat doen we hier nog een keertje, van deze naar daar. Dubbelklik. Nou hebben we weer een simpele lijn. Teken ik even de voorbeeld, trek even, oh, niet die. Die wil ik niet hebben. Ik wil even het voorbeeld aan de kant hebben. Ik heb dus nu hier een snijlijn en hier een snijlijn. Dus als ik dit naar mijn machine ga sturen, gaat hij de buitenlijn snijden. Hij gaat dit lijntje snijden en dat lijntje snijden. Dat betekent dat we alleen nog deze vouwlijnen moeten maken. Dus ik zet mijn afbeelding weer even terug. Ik ga weer naar het pad. En ik ga gewoon een snijlijn tekenen. Ik ga hem tekenen van deze hoek naar deze hoek. En ook hier zie je weer dat die punten tevoorschijn komen omdat ik hem heb vastgesnapt. Ik kan kiezen om hier te onderbreken en hier te onderbreken. Maar ik trek gewoon een hele lijn naar beneden. En ik dubbelklik weer. Want het is één lijn. Als ik nu mijn design opzij trek, dan heb ik nu een lijn. Nou is dit een ononderbroken lijn. En als ik dit naar mijn machine ga sturen, gaat hij dit gewoon afsnijden. Dus dit gaat hij gewoon letterlijk snijden. Dat willen we niet. We willen een soort stippenlijn maken. Zodat hij kleine stukjes wel snijdt en kleine stukjes niet snijdt. En dat noemen wij een vouwlijn. Wat kunnen we doen? Door de lijn te selecteren. Naar de rechter navigatie te gaan. Want de allereerste optie is een soort kwastje. En daarin heb je de lijnstreepjespatroon. Of de lijninstellingen en dan heb je streepjespatroon. Hierin kun je kiezen welke streepjespatroon je wil gebruiken. Ik gebruik eigenlijk altijd deze, omdat die het beste is voor een vouwlijn. Dit is gewoon de lijn. Deze lijn is te veel onderbroken en daardoor scheurt je papier heel snel. Hetzelfde geldt voor deze. Deze kan ook, alleen ik vind de stukken die hij gesneden heeft wat te veel. Deze heeft te weinig, deze ook en deze is te groot. Dus dit is de mooie subtiele middenweg om een vouwlijn te maken. Dus ik gebruik eigenlijk altijd deze. En als we nu kijken, dan zie je dat het een gestippelde lijn is. Nou, we moeten nog twee lijnen doen. Deze en deze. Deze hoef ik niet na te tekenen, want ik weet dat het van die kant naar die kant, van deze kant naar die kant is. Dus ik pak weer mijn pad toe. We moeten dus van deze punt naar die punt. Dubbelklik. Ik ga weer naar mijn pad toe. Ik moet van deze punt naar die punt, dubbelklik. Het enige wat ik nou nog moet doen is van deze lijn. Het is altijd een drama om lijnen op te pakken. Als je trouwens een lijn niet te pakken krijgt. Oh, nou klik ik er toevallig net wel op. Wat je ook kan doen is naar deze gestapelde papiertjes gaan. En de lijnen hier aanklikken. Op het moment dat je hem hier aanklikt, is hij ook geselecteerd. Kan ik naar vormen gaan en kan ik kiezen voor mijn streepjespatroon. Moeten we met die ook doen. Dus ik ga naar mijn stapeltjes papier bijvoorbeeld. Klik hier de vorm aan.
Nou is je geselecteerd en kies hier voor mijn streepjespatroon. Kan ik wegklikken uit mijn design en mijn patroon is klaar. Ik kan dit dus naar mijn snijmachine sturen. Let op dat je de voorbeeld wel verwijdert, dat je deze niet laat staan. Dus deze kan ik recht de muisknop kiezen en dan kiezen voor verwijderen. Ik kan deze groter en kleiner maken door alles te selecteren. Wil je zeker zijn dat alles bij elkaar blijft? Wat je kan doen is recht de muisknop kiezen voor groeperen. En als ik nu dingen oppak of verplaats, kan ik, wordt hier alles in één verplaatst. Anders laat hij de streepjes staan. En dan wil ik nog een tipje meegeven, namelijk is hoe je het meeste of het grootste doosje kan maken. In theorie zou je zeggen van oké, dit is mijn hoogste rand en dit is mijn hoogste rand. Dus mijn doosje wordt nooit groter als dit. Dat is niet helemaal waar. We kunnen namelijk, als ik een 30 bij 30 papier heb, kunnen we deze ook een kwartslag draaien. Dit doe ik met de shift-toets ingedrukt en ik ga naar dit icoontje bij mijn design. En als ik mijn shift-toets heb ingedrukt, zie je dat hij in hoeken gaat draaien. Ik zet hem in een hoek van, wat is dat, 18 graden naar links of zo? Ik ben niet zo goed in graden, maar ik zet hem in ieder geval zo naar links. En ik verplaats hem nu. En wat je ziet is dat hij nu nog groter gemaakt kan worden. Ik kan hem nu nog groter slepen binnen mijn design. En dan blijft hij nog binnen mijn mat. Ik moet even puzzelen zodat hij ook echt werkelijk binnen mijn mat blijft staan. Dus altijd een beetje kijken, hoe groot kun je gaan? Ik maak hem iets kleiner nog. En eventueel kan ik kiezen om nog verder te draaien of met de hand verder te draaien om te kijken of ik hem dan nog beter passend kan krijgen binnen mijn karton. Let op als je dit doet, dat als je designpapier hebt met een motief erin, dat je motief ook gedraaid komt te staan. Dus mocht je echt een motief gebruiken en je wil dat niet hebben, dan zul je hem recht moeten maken. Maar zo kan ik een groter doosje maken als dat ik heb als ik van links naar rechts hem zou plaatsen. Dit design is voor jullie gratis te downloaden. Mochten jullie vragen hebben, laat het me weten. Mochten jullie het leuk filmpje zijn, geef dan een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal. En hopelijk weer tot gauw. Doei doei!